Ja, dat is alweer een tijdje geleden. Maar ik kom hier ook wel eens met mijn vrouw, hè. Dan loop ik hier gewoon gezellig te winkelen door de straten en naar de vlooienmarkt en noem maar op. Ja, vind ik wel leuk. Beetje incognito. Dat is inderdaad waar. Die 76 geweest, Mon Amour. En dat was voor ons wel bijzonder. Want toen 10 jaar bestonden wij met de band. We speelden met lang haar. Ik zat toen nog achter de drums eigenlijk, in de beginjaren. Ik heb me helemaal kunnen uitleven. We maakten toen hard rock en rock and roll. En toen kwam na 10 jaar, eigenlijk als een geintje, op de repetitie hadden we dat gedaan, het lied Mon Amour, Franstalig. En iedereen in onze omgeving zei, dat wordt niks. Want Frans in Nederland, dat zal toch moeilijk worden. Maar juist daardoor was het misschien weer uniek. En stonden we 5 weken achter elkaar, nummer 1 in Nederland en in België. We hebben meerdere keren, ik ben nu 23 keer in Zuid-Afrika geweest. Ja, ik heb het land echt aan alle kanten gezien. Het is een prachtig land. Ontzettend lekker eten. Ik moet altijd lijnen als ik terugkom, weer uit Zuid-Afrika. Maar het zijn gewoon hele lieve mensen. En er zijn natuurlijk ook ontzettend veel. Het is een smeltkroes van mensen die daar wonen. En heel veel ook Nederlanders die daar wonen. En die vinden het zo leuk om ons te ontmoeten. En ja, wij hebben daar ontzettend veel succes. We hebben ook miljoenen platen daar verkocht. Nou, dat is eigenlijk een verhaal apart. Onze collega's van de Cats. Ja, Piet Veerman die woonde tegenover mij trouwens. Dus het was gewoon bij ons in de buurt te doen, zeg maar. De manager van de Cats, die ging naar Hilversum. Naar de disjockeys van de radio. En die gaf de nieuwe plaat dan van de Cats. Of van BSDN. Die zeiden, jongens, dit is de nieuwe plaat. En dan, ik heb ook voor jullie iets meegenomen. En dat was bijna een soort maffia. Dus hij gaf paling gerookt. Wat die mensen fantastisch vonden en heerlijk. En hij zegt, prima, eet maar lekker op. En dit is onze plaat. Nou, die platen werden gewoon goed gedraaid. Want ze wilden heel graag hebben totdat die Volendammers weer kwamen met paling. En daarom noemde Joost den Draaier vroeger, dit is de palingsound. Nou kijk, het is toch voor ons buitenland. Hoewel we moeten niet zo lang rijden voordat we er zijn als al die andere buitenlanden. Ik vind het veel liever volk dan het Nederlandse volk. Wij hebben geen sterren. En ik vind, België heeft wel sterren. Die heeft, dat, ja, wij hebben dat gewoon niet. Wanneer bij ons even boven het maaiveld gaat je kop eraf. En je bent zo goed als je laatste plaat. Maar Wiltura bijvoorbeeld, die kent iedereen in Nederland. Dat is, maar dan, die, ik ken dan verschillende liedjes van hem. En ik weet dat het een geweldige zanger is. En daarom waardeer ik hem. En niet alleen vind ik hem minder als de laatste plaat wat minder is. Dus dat, zo gaat het, vind ik niet dat het is. En ik ben het helemaal niet rouwig om dat ze in Nederland daar anders over denken. Maar ik vind het toch meer op zijn plaats. Wij zijn gewoon geen mensen die prachtige prestaties hebben geleverd om die op een voetstuk te zetten. Dat doen we niet. Nou, dat Frans is bij mij vandaag gekomen eigenlijk, omdat in mijn jeugd mijn vader zong altijd Frans. Die had een heel hoge stem. Chante, chante encore la nuit. En dat soort dingen. En dat hoorde ik maar als klein kind steeds door die kamer galmen. En dan dacht ik, dat vind ik helemaal niks. De Beatles en de Stones en de Beach Boys, dat was toch veel leuker in mijn tijd. Dat vindt de jeugd natuurlijk. En gek genoeg is het zo dat ik later, is dat toch die stem van mijn vader in dat genre, is daarin gegaan. Ik had ook een oom die was Frans leraar. En die gaf Franse les op school. En het zat er bij ons wel een beetje in de familie gewoon. En ik vond het heel apart om dat zo te doen. En ik was fan van Julien Clerc. Ik vond Adamo geweldig. Vanavond zingen we ook Adamo. En een gedeelte in een Franse medley. En dat, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, er wordt vaak gezegd, het kwam goed over. Het waren een stel vrienden die je bij elkaar zag die muziek maakten. Dat was gedeeltelijk waar, want wij kwamen echt niet bij elkaar thuis. We waren echt toch wel aparte mensen allemaal. En nu nog, ik zing nu met Annie Schilder, maar wij komen bijna niet bij elkaar. Als we echt iets hebben wat we moeten bespreken. Maar ik denk dat dat ook een van de redenen is dat we zo lang hebben bestaan. We hebben meer dan 40 jaar lang bestaan. En een huwelijk van 2 personen is soms al moeilijk.
Laat staan als je een huwelijk van 6 personen hebt. Allemaal verschillende meningen. En dan moet je jij maar... Ja, dat is toch het... Dan moet je toch samenwerken. En dat hebben we redelijk goed gedaan. En de kracht is denk ik toch dat wij... hele mooie melodieën maakten gewoon. En dat was niet, beperkte zich niet alleen voor Nederland en België... maar ook naar Zuid-Afrika, Canada, Scandinavië. Ik vind het wel prachtig. We hebben ontzettend veel fans. Als ik hier gewoon ook dus met mevrouw in Antwerpen loop... hoor ik ook aan de andere kant van de straat... Hey, meneer Keizer! Ja, weet je, dan denk ik, ja, dat is toch leuk. Daar geniet ik wel van. Nee, maar het is hartstikke leuk. Dat is mooi. En ze zijn allemaal verschillend en dat is ook mooi. Wij hebben een dorp waar veel gevoetbald wordt. Zij voetballen, de jongens dan. En de meisjes zitten op gymnastiek en doen aan ballet. En zijn wel creatief allemaal. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ze willen wel, ik zie ze wel achter de piano gaan zitten. En dan spelen ze bepaalde dingetjes zo. En dat vind ik wel leuk. Er staan ook gitaren. Dus ze zijn opgegroeid met een opa die altijd zong. En die altijd piano speelt of gitaar speelt. En ja, misschien gaat het, zoals het ook bij mij ging vroeger met mijn vader, ook bij Under zo in. Ik verwacht een ontzettend enthousiaste zaal. Die hebben we laatst ook in Oostende gehad. Iedereen ging uit zijn dak, deed echt geweldig mee. En dan hoor je ook na afloop, wanneer je de platen signeert of wat dan ook, of je met de mensen op de foto gaat, dan zeggen ze, wat heb ik een leuke avond gehad. Nou, daar doe je het eigenlijk voor. Ik vind het, dat is mijn... Dat is mijn streven.